is vandaag dus een liefdesverhaal. Ik hou van liefdesverhalen. Het zijn ook de verhalen die ik het liefst schrijf. En ik heb dus veel geluk gehad dat er tussen alle mails en brieven die ik krijg ook verhalen van ware liefde zitten. In een statig herenhuis in Antwerpen ontmoette ik twee zussen, Lucia en Isabel, wiens ouders bijna 50 jaar samen zijn geweest. Voor ons is dat ons groot voorbeeld, hè, onze ouders. Dat is voor ons een love story tot en met, dus ja. Mijn vader is Chileen en mijn moeder is een Belgische van Brugge Sint-Kruis. Ja. Hoe hebben deze twee personen elkaar ontmoet die van twee verschillende kanten van de wereld komen eigenlijk? Wel, ons papa die studeerde in Chili en hij had een Noord-Amerikaanse beurs gekregen om in feite zijn stage in België in Brugge te komen doen als ziekenhuisdirecteur in feite. Mama heeft hem rondgeleid in het ziekenhuis, hè. Dus dat was toen nog in het centrum van Brugge, het Oud-Sint-Jan, vlak aan het Minnewater. Dus ja, de mooiste plaats om verliefd te vallen in feite. Hè. Papa noemde haar Katrien de Neuf. Later blond met knalblauwe ogen. En mijn vader daar in het ziekenhuis noemde ze de Zorro. Ik moet wel zeggen, de beschrijving klopt wel met de foto die ik daar zie. Super stijlvol. Heel mooi. Zwart-wit foto, maar voor ons is dat alle kleuren van de liefde. Dat was echt liefde tussen die twee en dat is ook gebleven tot op het einde. Want je zegt, als getrouwd, ja, in goede en slechte tijden, in alle. En dat is wel iets dat we gezien hebben en dat ook waarheid is. Voor haar om naar een ander land te verhuizen, dat is een heel avontuur. Zij was 23, jong, avontuurlijk aangelegd. Maar het is een ander land en op dat moment zeker. Chili was heel conservatief. Het was een klassensysteem. Dat was een ontzettende shock voor mijn moeder. En ja, voor haar is dat allemaal niet evident geweest. Het mooie, het liefdesverhaal daarin is dat mijn vader haar ook gesteund heeft toen zij na 9 jaar zei van ik wil terug. In een dictatuur wil ik niet blijven wonen. Dat is, ik wil dat mijn kinderen niet aandoen. Papa begreep dat ook. En is hij haar ook gevolgd naar België. Hij werkte in Chili als ziekenhuismanager. Hij heeft aan de universiteit lesgegeven. En hij is naar België gekomen. Ja, hij zocht werk, hij vond geen werk. Nee. Mijn moeder is toen als verpleegster beginnen werken, nachtwerk. En mijn vader had zoiets van, ja, dat kan niet als man. Ja. En hij heeft toen gezegd tegen mijn moeder, ik doe alles. En hij is in een fabriek gaan werken als arbeider. En dat zijn elementen die voor mij deel uitmaken van dat liefdesverhaal. Tu hermano que te quiere mucho y te recuerda mucho. Via cassetjes en via die een bandopnemer mochten wij altijd inspreken met een grote micro, samen met papa, naar de familie naar Chili. Maar dat is nu in feite een bandje dat de familie van Chili opgenomen heeft in Chili en dat opgestuurd heeft naar België. En hoort ze eigenlijk elk één voor één een boodschap geven aan mijn vader, aan mijn moeder, aan ons ook. Dus, en wij deden ook niet liever als kind. Die liedjes zingen daarin. De e-mail van 40 jaar geleden, toch? Ja, de Skype avant la lettre, ja. Inderdaad. Ja, ja. Ja. Ik vraag me altijd af, het moment dat je dan begint te schrijven aan een brief of dat je oproep ziet, wat is het dat jou triggert om net dit verhaal te willen delen, uiteindelijk met mensen? Die passie dat je nog voelde dat er van vroeger was. En dan een ander aspect, dat is het zorgzame. Een voorbeeld, papa, die zag dat mama het koud had. En die zegt, Maria, ik ga uw trui gaan halen. Waar is uw trui? En mijn moeder zegt aan mijn vader, met zijn beentjes naar boven, die trui gaan halen, dat aandoen. En mijn schoonmoeder zegt, oh, Ernest. Ja, Rosa, wat is het? Ernest, ik heb koud. Wat kan ik daaraan doen? En dat was zo'n groot contrast. En dat Moeke altijd zegt, dat is zo schoon. Allee, je papa altijd zo van... En omgekeerd, mama, tot het einde. Tot het einde, die verpleester in haar, maar die liefhebbende echtgenoot, hé, van wondjes verzorgen, alles... Tot het einde ook had ze erbij willen zijn. Allee, dat was haar grootste zorg van. Dus dat is mooi.
Voor mij was het grotendeels, je hoort constant zo verhalen van mensen of je leest in de krant of mensen rondom je die het zo gemakkelijk opgeven. En dan had ik zoiets van, allee, het verhaal dat mijn ouders ervaren hebben in feite, dat is ook geen gemakkelijk verhaal geweest. Maar elk probleem dat ze tegenkwamen, hebben ze altijd samen getackeld. Dus ik had zoiets van, alles wordt zo gemakkelijk opgegeven de dag van vandaag. Ga gewoon een keer een klein beetje door, zoek sterkte bij elkaar, zoek affectie bij elkaar. De oplossing is echt niet ver te vinden, gewoon in... Ja, en voor mij is dat de liefde van mijn ouders, die in feite alles overwonnen heeft, die hen heel ver gekregen heeft. Maar wij staan er ook alle drie, we hebben waarde meegekregen. We hebben respect voor elkaar, respect voor onze ouders, voor iedereen rond ons. Het is eigenlijk maar zo simpel, het is niet moeilijk. Zeg ik het dan correct, dat je dan eigenlijk een beetje zegt dat liefde niet enkel een gevoel is, maar ook een daad? Zeer zeker, ja. Ik had ze je eigenlijk heel graag voorgesteld. Je zou aangenaam verrast zijn dat het zo'n mooie mensen waren. En dan is het natuurlijk dat ze samen ook zo spetterden in feite. Ja, is daar net een heel mooi liefdesverhaal gehoord. Ja, het is heel fijn om daar te zijn en om hen het woord te geven en te luisteren naar het verhaal van hun ouders eigenlijk. Want hoe is het nu met hun ouders? Daar wordt weinig over gezegd. Helaas is de mama overleden. Ze hadden altijd gedacht dat de papa eerst zou zijn die hen zou verlaten, omdat hij had een zeldzame longziekte. Maar het is anders gebeurd en de mama is helaas overleden en de papa zit nu in een rusthuis waar heel goed voor hem wordt gezorgd en ze bezoeken hem regelmatig en gaan met hem wandelen en zo. Ja. Dus uiteindelijk is hij een beetje in de situatie waar dat zeggen de dochters dan, hij mist dan zijn vrouw, hè, de liefde van zijn leven, en tegelijkertijd mist hij ook een beetje zijn moederland, vaderland, Chili. En dat maakt het voor hem een beetje moeilijk, omdat hij... Ja, in één keer een beetje beiden is verloren eigenlijk. Ja. Je voelde echt de Zuid-Amerikaanse vibes daar nog? Ja, omdat we ook, wat heel fijn was, we luisterden naar cassettes die werden opgenomen. En zij stuurden zo, dus in plaats van brieven, stuurden ze cassettes naar elkaar. En ik hoorde dan de familie destijds, en dan praten we over 20-tal jaar geleden, en dan hoor je al die cassettes en zie je ook al die mooie foto's. En dat is altijd zo fijn om te zien en eigenlijk te horen, omdat... Wat zo bijzonder was voor mij, is dat ze zoveel praten over elkaar in de familie. De dokters wisten heel goed wie de eerste vriendje was van de mama en de tweede. En hoe dat ze papa heeft leren kennen en hoe het is gegaan. En iedereen, elk van de dochters, want ze zijn met drie zussen, elk heeft zo'n een onderdeel van het grotere verhaal eigenlijk. En nu was het alvast voor de twee zussen samen te komen met mij te praten. En dan krijg je eigenlijk een beter beeld van het hele verhaal rond de liefde. Maar dat vond ik zo bijzonder, dat ze zoveel praten over en zoveel wisten over hun ouders. Mm. En dat betekent dat er heel veel aan tafel werd gepraat over hun verleden, over liefde, over vriendschap, over vrienden, vriendinnen. En dat was heel bijzonder om mee te maken. Wat weet je of ze soms nog teruggaan naar Ginder? Ja, ze gaan teruggaan. Ze gaan ook regelmatig. Ja, ze gaan regelmatig terug. Maar ze hebben allemaal families. Dus soms is het een van de zussen die met de papa, ik denk 3 jaar geleden was de laatste keer, een van de zussen. En dan gaan ze wel regelmatig terug naar Chili. Want zij zijn ook geboren in Chili tot een bepaald leeftijd, de dochters dan. En zij zijn dan, denk ik, op hun 8e, als ik me niet vergis, ongeveer, zijn ze dan naar België gekomen. Dus ze hebben nog altijd wat herinneringen eigenlijk van Chili en hoe het daar was. Dus ze keren wel regelmatig terug. Ja. Voilà, wat ik geleerd heb, is dat we af en toe toch wel wat moeite moeten doen voor de liefde. Ja, inderdaad. Het is opofferingen. Hè. Ze hebben er beide gemaakt. Zowel de mama toen ze naar Chili ging en dan de papa als hij naar hier kwam. En ze hadden een missie. En dat is eigenlijk een liefde voor elkaar koesteren. Een familie oprichten. En daar hebben ze heel wat opofferingen gedaan. Maar van wat ik heb gehoord, is er geen enkel spijt van gekomen. Omdat ze echt een heel mooi en liefdevol leven samen hebben gehad en een prachtig familie hebben opgericht. En dat was ook te merken in de dochters. Ik denk dat zij dat, als ik nu naar hen kijk, zij dragen dat liefde dat zij hebben ervaren van hun ouders, dragen ze echt in hun harten en koesteren ze ook. En dat was ook heel duidelijk aan te voelen toen ik daar was. Ja. Voilà, lang leven de liefde. Lang leven de liefde. Tot volgende week. Tot volgende week. De Madame.